Kunnen we binnenkort ethion-netwerken volgen vanuit onze luie zetel, of thuis, of eenderwaard ter wereld? Kunnen we binnenkort gaan netwerken met avatars? Kunnen we binnenkort misschien al de, de problemen van thuiswerken met ingewikkelde Zoom-meetings, met delen van presentaties achter ons laten en gaan samenwerken in een digitale versie van ons kantoor, of op een eiland met palmbomen? Kunnen we binnenkort gaan reizen? Kunnen we binnenkort zonder fysiek ons te verplaatsen? Uh, puur digitaal gaan reizen? Kunnen we binnenkort het internet met onze hersenen gaan uh, consulteren? Kunnen we binnenkort misschien zelfs gedachten van andere mensen gaan lezen? Voorlopig lijkt het allemaal nog science fiction, maar de belangrijke evoluties rond de brain-computer interfaces geven aan dat er binnenkort misschien wel heel wat mogelijk zou worden. Um, bedrijven zoals Neuralink van Elon Musk werken heel sterk aan, aan, aan brain-computer interfaces. En dat bestaat eigenlijk in twee grote varianten. Enerzijds is er een klassieke EEG-apparaat, dat we in elk ziekenhuis vinden. Um, daarnaast is er een chip die we kunnen inbouwen in onze hersenen. En dat is het type brain-computer interface waar uh, Neuralink aan werkt en andere bedrijven. De eerste proeven die op apen worden gedaan, tonen aan dat er eigenlijk al heel veel aan het mogelijk worden is. Zo is er een aap die een gebroken rug heeft die een, twee chips heeft geïmplanteerd gekregen, één voor en één achter de breuk en die daardoor nu terug kan lopen. Er is een andere aap die kan nu een rolstoel kan bedienen met een chip die ingeplant is in zijn hoofd. Een derde aap die kan eten geven via een robotarm en een vierde aap, de aap van Elon Musk, kan tegenwoordig uh, pong spelen met de computer via een chip die in zijn hersenen is ingeplant. Daarnaast zien we ook evoluties bij de experimenten met ratten, die dat soms nog indrukwekkender zijn dan die met apen. Een heel mooi voorbeeld ervan is een rat die eigenlijk een bepaald trucje heeft geleerd over hoe dat zij door verschillende stappen in een proces uit te voeren, waardoor ze aan voedsel geraakt. Die rat had ook een chip in haar hersenen ingeplant en die werd via het internet verbonden met een andere rat ergens veel verder af. En wat zien we dat die tweede rat eigenlijk datzelfde trucje kon gebruiken om aan voedsel te geraken? Dus zij kon gebruik maken van de kennis die die eerste rat in haar hoofd had, door die verbindingen met internet met die tweede rat. Nog een ander heel indrukwekkend voorbeeld is dat waar een man een EG-apparaat op zijn hoofd heeft en verbonden is met een rat die een chip in zijn hoofd heeft ingeplant gekregen. En die man kan door na te denken de staart van die rat bewegen. Deze voorbeelden tonen aan dat enerzijds misschien het. Ja, de stap naar het delen van ons bewustzijn uh, nog wel redelijk ver. is. Anderzijds toont ze ook aan dat we eigenlijk al veel verder staan dan dat we in de eerste stap zouden kunnen denken. Want waar we met dieren kunnen, kunnen we in principe even goed met mensen doen. Dus we zouden wel iets sneller daar kunnen zijn dan we nu denken. Technologisch gaat er heel veel mogelijk worden. De vraag is: is het ook ethisch wenselijk? Gaan we als mensheid willen dat we rondlopen met uh, microchips in ons hoofd? Die onze, ja, onze hersencapaciteit verbeteren, die ons verbinden met informatie, verbinden met andere mensen. In eerste instantie lijkt het de grote stap waar heel veel mensen nee op zouden zeggen. Maar het zou wel eens kunnen dat het eigenlijk heel veel kleine stapjes zijn, die veel gemakkelijker te zetten gaan zijn. De eerste belangrijke stap gaan, gaan de medische toepassingen zijn. Als wij mensen kunnen genezen die lam zijn, die niet meer kunnen stappen die misschien benen niet meer kunnen bewegen, die hun armen niet meer kunnen bewegen. Door het van een chip, ja, die stap gaat heel gemakkelijk zijn, want waarom zouden we dat niet doen? En zo gaan er meer en meer medische toepassingen ontstaan. En naast die medische toepassingen gaan er heel wat andere sporadische toepassingen ontstaan, waarbij bepaalde mensen zich gaan verbinden met het internet, om zo het internet te kunnen consulteren, om misschien met anderen in contact te kunnen geraken. En op den duur gaat er ja, een groepsdruk ontstaan, want als de meeste van je collega's op het werk, of de mensen waar je moet in competitie mee treedt voor een job, allemaal eigenlijk een, ja, een geaugmenteerd brein hebben, waarbij ze heel snel informatie kunnen consulteren, veel sneller kunnen samenwerken met andere mensen, ja als individu met je simpel mensenbrein, gaat uiteindelijk heel weinig nog kunnen betekenen in een dergelijke samenleving. Dus dat toont dat eigenlijk van, ja, van die medische toepassingen en dan... Dat de stappen verder naar een algemene aanvaarding van dat soort uh, technologie heel gemakkelijk zijn. Uiteraard zijn er ook heel wat gevaren. Um, in zijn boek 1984 beschrijft George Orwell hoe hij er een uh, ja, gedachtenpolitie is die eigenlijk mensen observeert, die bepaalde vormen van psychologische tests doet om eigenlijk in te schatten wat die mensen echt denken. Stel u voor dat we een situatie komen waarbij. De meeste mensen een soort chip in hun hersenen hebben die dat toegang geeft tot wat zij effectief denken. Ja, dan is een gedachtepolitie niet meer een ja, spreekwoordelijke manier om naar de zaak te kijken, maar wordt echt een, een soort letterlijke mogelijkheid waarbij ja, een autoritaire staat effectief haar burgers zou kunnen controleren, zou kunnen weten wat ze denken en misschien zelfs zou kunnen bijsturen. Daarnaast zijn we nu al bezorgd over hoe sociale media ons beïnvloeden, over hoe dat zij onze informatie delen, over hoe dat zij misschien weinig respect hebben voor onze privacy. Stel je voor dat die informatie rechtstreeks uit ons hersenen komt, als zij daar ook toegang toe hebben. Want de bedrijven die dergelijke brain-computer-interfaces ja, zullen uitrollen, zullen die grote techbedrijven zijn die steeds meer op zoek zijn naar informatie. En eens dat zij ja, toegang hebben tot dergelijke informatie... ja dat geeft een heel nieuwe ja, visie op wat privacy zou kunnen zijn als je inderdaad niet meer kan denken wat hij wil zonder dat iemand het weet zonder dat die informatie kan gebruikt worden dat is natuurlijk heel beangstigend Anderzijds creëert het natuurlijk ook een enorm potentieel. Stel je voor dat wij ook een soort human hive mind zouden kunnen creëren, waarbij we onze hersencapaciteit kunnen poelen om veel beter samen te werken rond wetenschappelijke problemen. We zouden de mensheid in zijn geheel enorm vooruit kunnen helpen door allemaal samen na te denken over de grote uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden als mensheid. Brain-computer interfaces zullen op lange termijn realiteit worden. Hoe dat we ze uitrollen zal afhangen van. Ja, hoe dat we daar zelf mee omgaan als maatschappij, wat we zelf toelaten, welke regulering we daar rondmaken. Um, maar we zullen er op termijn komen. Um, wil je graag meer lezen over dit thema, dan kan je ons artikel in Ondernemen hierover lezen. Wil je graag meer weten over dit soort thema's rond de toekomst, rond artificiële intelligentie, dan kan je, je inschrijven op onze Ethion Fly to the Future.